Gemeente, we lezen het Leidensevangelie naar het evangelie van Lucas, uit hoofdstuk 23. En we lezen dan vanaf vers 33 tot en met vers 48. Ieder Leidensevangelie heeft weer zijn eigen accenten, ook in de beschrijving van de kruisiging en de woorden die Jezus daar spreekt. En Lucas die richtte schijnwerpers op het gezelschap van Jezus aan het kruis, twee misdadigers. De tekst voor de verkondiging is vers 43. We horen het woord van God. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden: anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen om hem te bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman overhonderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keren terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. Dit is het woord van God. Het thema voor de verkondiging is: de kruiskoning spreekt vrij. De kruiskoning spreekt vrij. Want daar zijn we dan tenslotte wel vanavond, gemeente, bij het kruis, of niet? Ik vroeg me het gewoon even af, we kunnen dat wel zingen, hè? Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Maar lukt ons dat een beetje? Ook op een avond als deze. Het zo voor je te zien dat het dichtbij is. Dat hij voor je staat en dat je wat hoort uit Jezus' mond. Want als ik naar Golgotha kijk, dan is dat op allerlei manieren vervreemdend. Dat ik er niet gelijk iets bij voel of ervaar. Ik zie drie kruisen. Maar dat die middelste nu de Zoon van God is, is hem niet aan te zien. Ik zie drie veroordeelden. Het spreekt me heus niet aan. Integendeel, ik kijk liever weg. En als ik al weet dat die middelste, dat Jezus is en dat ik van hem wat goeds kan verwachten, dan denk ik: ja, maar hij gaat in gesprek met die misdadigers. Dat is zijn gezelschap aan het kruis. De gemeente aan het kruis.
een heiland en een veroordeelde. Kijk dat je dan deze week in de krant leest dat in gevangenissen er paasvieringen worden gehouden en dat die gevangenen daar blij mee zijn en massaal komen. Dat kan ik begrijpen. Want ja, die hebben tenminste iets van Jezus nodig. Jezus die het gezegd had in Nazareth, ik ben gekomen om gevangenen vrijlating te preken. Ja, dat gevangenen en criminelen nou blij zijn met hem en blij zijn met zulke woorden, dat snap ik, maar ik. En bovendien, het gaat hier over mensen in de laatste fase van hun leven. Je zou het bijna niet zeggen, want de evangelist die tekent nauwelijks iets van het felle lijden aan het kruis. Dat ga ik dus vanavond ook maar niet doen. Dat zou misschien meer manipuleren zijn dan dienstig is. Het gaat niet om het lijden aan zich, het gaat om de betekenis blijkbaar van wat toen en daar gebeurd is voor vandaag. Maar ja, het is wel de laatste fase van het leven waarin die man het roept. Denk aan mij. En ik ben springlevend. Ik neem volop deel aan het leven. Kan ik er dan wat aan doen dat die woorden heel ver bij me vandaan staan? Want de mensen om wie het gaat, die staan ver bij mij vandaan. En het moment waarop dit gebeurt, staat ver bij mij vandaan. Stiekem voel ik ook wel een beetje ergernis. Want ik zit hier mijn hele leven in de kerk. En dan heb je van die mensen die keren zich in de laatste 5 minuten nog even tot God en huppa. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat zou ik ook wel willen. In plaats van een leven lang de kerkbank verslijten. En dan nog niet eens zeker weten of hij er ook voor mij is. Ik wil het je allemaal toegeven hoor, die vervreemding. En ook wel die ergernis aan het evangelie, dat van die jongste zoon, die niet zo'n braaf leven erop heeft zitten en ook in genade wordt aangenomen. En van die mensen die op het laatste uur nog bij Jezus komen en worden binnengelaten. Ik geef je die ergernis graag toe. En toch, volop levend, is de eerlijkheid, hoe ver ik het ook wegstop, en hoe vaak ik ook de andere kant op kijk, ook wij zitten hier als eenvoudigweg mensen die eindig, sterfelijk zijn. Wij weten van elkaar één ding zeker, dat is echt een aangrijpende werkelijkheid. Ook voor ons geldt, wij komen een keer in die laatste fase. Zonder dat we van elkaar weten wanneer. En wat ook geldt is dat deze kruiswoorden geen privégesprekje gebleven zijn. Het was geen fluistering tussen Jezus en die crimineel. Maar iedereen mocht het horen en dat is blijkbaar ook de bedoeling. Dat het zo hard werd gezegd, dat het ook onze oren vanavond bereikt. Dus nee, ik ga het niet ontkennen. Je stapt zomaar naar achter bij het kruisevangelie, in plaats van dat je dichtbij komt. Dat denk ik ook heel eerlijk om dat te zeggen. En dat is juist waarom we ook hebben gebeden om het werk van de Geest, dat Hij ons dichterbij trekt door die woorden heen. Want hoe je het ook bent of keert, wat hier gebeurt in dat gesprekje tussen Jezus en die misdadiger, daar zit wel de harde pit. Dat van het kruis, dat centrale, dat cruciale, waar alles om draait. Om daar iets meer woorden aan te geven. Wij kunnen natuurlijk ook in de kerk, en daar is op zich niets mis mee. Wij kunnen natuurlijk best wel druk zijn met die vraag van hoe leef je nu als christen? En die vraag die doet ertoe. Daar zijn namelijk de brieven alleen al vol mee geschreven. Daar staat de wetgeving van Israël vol mee. Met dat hart van God en wat dat betekent voor het dagelijks leven. Maar hier bij het kruis wordt niet de hoe-vraag eerst gesteld. Hier komt eerst wat ook eerst moet komen. Noem het de zijnsvraag. Wie ik ben in plaats van wat ik doe. Soms denk ik vind die hoe-vraag eigenlijk wel makkelijk. Want dan kan ik zeggen, ik moet de komende week dit gaan doen. Dan vind ik die hoe-vraag bijna makkelijker dan die vraag, kan ik sterven? Kan ik voor Gods aangezicht verschijnen? Heb ik dan vrede met God?
kan ik gerust gaan liggen en in vrede slapen. Want slapend kom ik bij u thuis. Of is dat juist eigenlijk de vraag die mij onrust geeft? En die ik makkelijk aan de kant veeg door al die hoe-vragen. Hoe moet ik dit? Hoe moet ik dat? Dat ik heel druk kan zijn met een levenswijze, want ik ga naar de kerk. Terwijl het kruis zegt, ik wil een stapje dieper. Wie ben je eigenlijk? En wie mag ik, Jezus van Nazareth, Jezus Christus, voor je zijn? Heb je antwoord gegeven wie hij voor u is? En hoe ben je erachter gekomen dan? Dat van dat kruis en dat van die vrede. Misschien inderdaad wel zoals het hier gebeurt. Door dat luisteren naar die man aan het middelste kruis. Die man die niet alleen aan het kruis hangt. Want hij wordt omgeven door, je zou het kunnen zeggen, koortjes. Maar niet bepaald de lofzang. Want het is echt opvallend in dit stukje. De een na de ander. En de een naar de andere groep die begint te zeggen, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Hoor je het? Dat verschilt helemaal niet zo van elkaar. Ze praten gewoon elkaar na als het gaat over Jezus en wie hij is. Het een en het andere na het andere koor. Daar neem je geen genoegen mee vanavond, toch? Wat anderen zeggen wie Jezus is. Je neemt er toch geen genoegen mee dat wat je vader en je moeder zeggen wie hij is. Of je opa en je oma. Dat je een beetje meebabbelt. Of dat koor nu heel positief of negatief gestemd is. Heel gereformeerd of wat voor koortje ook dan maar. Daar nemen we geen genoegen mee, toch? Dan kun je maar beter direct, één op één, in gesprek met hem gaan. Hoewel gesprek, daar lijkt het eerst nog niet van te komen. Want er zijn wel die misdadigers en die beginnen te praten. En een van de misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Je mag het zelf zo lezen, u bent toch de gezalfde, verlos ons dan. Maar dan hoor je geen reactie van Jezus. Jezus, hij zwijgt. Dit is iemand die weet van de gezalfde, maar die hem niet moet. Die zijn reserves blijft houden. Als u dan, u bent toch? Je zou kunnen zeggen, hij is misschien wel heel realistisch. Op het cynische af. Wij hangen hier met z'n drieën. En wij zitten vast. Er gaat ons echt niemand verlossen. Je moet op een gegeven moment ook gewoon je verstand gebruiken. Daarvoor is het nu te laat. Ons wacht de dood. En Jezus, hij zwijgt. Maar dat zwijgen wordt wel doorbroken door diegene aan de andere kant. Maar de andere antwoordde en bestrafte hen. En vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Moet je trouwens voorstellen, hè? Dan heb je dan de Heer Jezus in het midden. En die twee misdadigers naast hem. En Jezus blijft zwijgen. Als die ene man heel nadrukkelijk afstand kiest tegenover hem. Dan gaat die ander reageren, maar dan moeten ze dus als het ware via Jezus met elkaar communiceren. Wat bedoel ik, gemeente? Beeld je het in. Ook al wijs je hem af, dan spreek je nog zijn kant op. Dan kijk je hem nog in de ogen. Die ogen die altijd bewogen waren over mensen die verloren zijn. Zelfs als je hem afwijst. Dan spreek je nog via het middelste kruis. Via de ogen van Christus.
die opzocht wat verloren, wat in de goot lag, en dat nog doet. Die een die reageert dus op de ander. En ik hoop eigenlijk dat hij niet reageert voor ons. Dat hij tegen ons zegt, vrees zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Je gaat toch niet zeggen dat jij het wel redt tegenover God. Dat is dat harde van het kruis. Dat wat we hebben beleden net met de Nederlandse geloofbelijdenis. Wij hebben een middelaar nodig. Vergis je niet, wij blijven niet overeind tegenover God in je eentje, hoogst persoonlijk. Vreest u zelfs God niet? Maar hij begint met Jezus te spreken, die andere. En je zou denken, nou ja, waarom zou je dat doen? Je bent een misdadiger, je weet wat je verleden is. Ga jij met Jezus in gesprek? Waarom jij of u vanavond? Waarom ga je met Jezus in gesprek, terwijl je misschien een verleden hebt waarvan je hoopt dat niemand het ooit ontdekt? Waarvan je denkt, die andere in de kerk zou verrast opkijken als die dat van mij zou weten. Waarom kun je bidden tot God? Dat komt omdat Jezus als eerste zijn mond opendeed. Vers 34. Voor dat gesprekje plaatsvindt tussen de misdadiger en Jezus, heeft die misdadiger het gehoord. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. En blijkbaar zijn die woorden zo binnengeslagen bij die crimineel. Zoals dat opeens kan gebeuren dat je denkt, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig geweest? Wist je dat dan niet dan, de afgelopen 30 jaar? Jawel, dat wist je wel, verdraait goed. Maar het drong ergens niet tot je door. Het zette je niet stil en klem. Maar nu heeft hij dat gehoord, ze weten niet wat ze doen. En als de bliksem slaat dat bij hem binnen. Ik kan niet sterven op deze manier. En hij heeft gehoord, vergeef het hun. Dat zei hij niet tegen één iemand, niet tegen twee mensen, niet tegen een groepje. Maar dat klonk over heel Golgotha, over heel de gemeente. Het gebed van Jezus, vergeef het hun. Ze weten het niet. En als dat leven van hem in een flits aan hem voorbij gaat, dan buigt die man zijn hoofd. Dat hoor je in die woorden. Ik krijg straf en die past bij wat er aan beschuldigingen boven mijn hoofd staat. Daar is niks aan gelogen. Hij buigt zijn hoofd. En hij leest op het bordje daar bij Jezus. Koning van de Joden. Misschien heb je wel gedacht, hè? Wat heeft die man gedaan eigenlijk? Ik versprak me net al een keertje. Ik had het over de moordenaar aan het kruis. Maar eigenlijk weten we helemaal niet wat ze gedaan hebben. Trouwens, wat zou het ons helpen? Wat heb jij eraan om van die anderen in de kerk te weten wat hij op zijn kerfstok heeft? Wat helpt jou dat? In je stervensuur? Niks toch? Dan heb je druk genoeg met jezelf. En dat heeft die misdadiger ook. En hij doet zijn mond open. Waarom mag je bidden? Omdat God zijn mond heeft opengedaan. En vind je bidden lastig? Dan hou je God gewoon aan zijn eigen woord. En het klinkt wel, ik wou zeggen heel mooi, maar dat is bijna geen uitdrukking hier op Golgotha bij het kruis, maar toch, als hij dat zegt, en hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij. In de oudste handschriften van het Nieuw Testament staat niet, Heere, denk aan mij, staat er nog intiemer. Dat zou ik toch wel willen zeggen. Er staat, Jezus, denk aan mij. Dat hoor je eigenlijk niet in het evangelie, dat mensen hem rechtstreeks aanspreken met zijn roepnaam. Jezus, denkt u alstublieft aan mij? En ik herhaal dat al een keertje en niet voor niets. Want hier verandert de werkwoordsvorm. Wij zouden kunnen vertalen, en hij bleef het tegen Jezus zeggen. Jezus,
Denkt u alstublieft aan mij? Hoor je dat, als je het lastig vindt om te bidden? Je hoeft helemaal niet lang te bidden. Het geeft ook niet als je in herhaling valt. Eén zinnetje. Jezus, denkt u alstublieft aan mij? Ik ga ten onder. Ik lig voor de poort van de dood en ik weet, ik kan gaan protesteren, maar het heeft geen zin. Ik ben een misdadiger. Denkt u alstublieft aan mij? Wat vind je eigenlijk van dat gebed? Van die crimineel. Zou je dat gebeden hebben aan het kruis? Ik zat even te denken, het is wel een gewaagd gebed. Herinner u, gedenk. En dat is niet een soort van geschiedenisboekje open doen, verleden tijd. Maar gedenk is, stel u voor ogen wie ik ben. Dat je even denkt, maar beste man, je vraagt aan Jezus dat hij scherp aan je denkt. Je vraagt aan Jezus, hou mijn naam u voor ogen. Maar weet je dan niet, beste man, wat je meeneemt aan verleden, aan geschiedenis, aan verlangens en gedachten, als je dat tot Jezus bidt? Weet je wel echt wat je bidt als je dat aan hem vraagt? Je naam, dat is je verleden, dat is je cv, dat van alles wat God verboden heeft, wat je toch deed. En nee, wij zijn keurige mensen. Wij slaan niemand dood, maar als Jezus zegt wie zijn naaste haat, die slaat dood. Dan ga ik in ieder geval niet vrij uit. Is dat wel zo'n goed gebed? En dat tegenover Jezus van wie je net hebt gezegd, maar hij die naast ons hangt heeft niets onbehoorlijks gedaan. Klinkt een beetje braaf misschien, niets onbehoorlijks. Letterlijk. En dat is eigenlijk een prachtig woord. Er staat letterlijk, hij is niet van zijn plaats geweest. Je zou dus misschien kunnen vertalen met één woordje, hij heeft niets misplaatst gedaan. Jezus is niet van zijn plaats geweest. Hij is altijd op de juiste plek geweest, voor God. Zoals toen Adam, die andere zoon van God, leefde voor Gods aangezicht in de hof. En het was een en al harmonie, geen breuklijnen, op de juiste plek voor God. Maar hier dan, aan het kruis waar hij hangt, is hij daar dan op zijn plek? Nee, hij is afgedaald in de diepte, in de donkerheid, uit de hemel, in onze wereld. Die wereld van gedachten, van handelingen, van doen en laten. In die wereld is hij afgedaald. Hij is niet op zijn plek en hij is het toch. Zeg het maar hoe het hebben wil. Want hij is uit de hemel gezonden voor een verloren wereld. Niet op zijn plek en hij is toch op zijn plek. Waarom? Omdat hij, God zij dank, hij wil niet anders en hij kan dus echt niet anders dan aan het kruis blijven. Zichzelf niet verlossen. Daar op het kruis is hij toch op zijn plek. Als u nou de Heer Jezus was, hoe zou u dan antwoorden op dat gebed? Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Zouden wij dan niet gaan vragen, nou, heb je wel echt spijt? Of zouden wij misschien zeggen, joh, over een uurtje, als we er nog zijn, hebben we het er nog over. Ik ben benieuwd of je berouw wel beklijft. Of dat het even maar een opwelling is. Gemeente, niets daarvan, hè. Het is een royaal, een koninklijk royaal antwoord. Je krijgt bij Jezus altijd meer dan je vraagt. Als je nou één zinnetje van vanavond wil onthouden, doe dat dan. Je krijgt bij Jezus altijd meer dan je vraagt. Wat had hij gevraagd?
Denk aan mij wanneer straks, als u in uw koninkrijk komt. Wat krijgt hij als antwoord? Heden, niet straks. Met mij. Niet zomaar in uw koninkrijk, in het paradijs. Je krijgt bij Jezus meer dan je vraagt. Daar hang je dan, voor de poorten van de dood. En dan gaat de poort naar de hemel open. Daar had je niet eens om gevraagd. Hij had alleen maar gesmeekt, herinner u mij, gedenk mij. En hij heeft misschien wel talloze keren gedacht, heden, vandaag is het met mij gedaan. En tegen dat soort mensen zegt Jezus, heden, met mij, paradijs. Dat is zijn belofte aan het kruis. Dat als je met Christus in het donker bent. Nou, is dat donker dicht bij de dood of niet? Sommigen van u weten dat, van dichtbij, hoe donker dat kan zijn. Maar met Christus in het donker van de dood is de garantie. De deur gaat open met Christus naar het licht. Daar ontstaat iets voor de dood van een nieuw leven, van geboorte. Bij die man, jazeker. Maar dat kruis, ik zei het al, is geen geheim, is de wereld overgegaan. Dat is van wereldbetekenis. Dat betekent dat alles nieuw kan worden. Opnieuw geboren. En het lijkt wel een beetje alsof Lucas daarmee speelt met een geboorte. Als u even mee wil kijken. Een van de opvallende dingen in vers 33... is dat terwijl alle evangelisten Golgotha beschrijven als schedelplaats, Lucas gebruikt een verkleinwoordje. Geen schedelplaats, maar het woordje schedeltje. Dat is één. Als je dan in de tweede plaats denkt aan het woordje heden zult u met mij, heden, vandaag, dan hebben we dat eerder gehoord, hè? Het kerst. Dat engelenkoor, heden is voor u, wat? Geboren. Een schedeltje? Dat heeft met geboorte te maken, toch? Heden. En dan in het paradijs. De eerste bladzijde. In de beginnen. Een nieuw begin. Een schedeltje. Komt het eerst naar buiten. Heden van de geboorte. Paradijs. Een begin. Wat zegt Christus hier? Hier aan het kruis. Hier laat ik al iets een beetje doorlichten van Pasen. En ik geef het aan die man cadeau. Een nieuw begin. Opnieuw beginnen. Opnieuw ter wereld komen. Zou je dat niet willen? Opnieuw, een schone lei. En dan niet zomaar geworpen worden in deze wereld waar je niet kunt kiezen waar je wordt geboren. Waar je misschien al van jongs af aan gedeukt en gebutst door het leven gaat. Maar gaaf geboren worden, opnieuw uit God geboren worden. Dat is de garantie van het kruis. Dat heeft hij voor. Daarvoor is hij op zijn plek vastgenageld. Iets van paaslicht. Zo zie je daar die kruisen staan. Drie kruisen. En naast hem schrijft Jezus alvast de gemeentelid in. En heeft de boze het eigenlijk al voor het nakijken. Zelfs aan het kruis wint Jezus nog gezelschap in. En zelfs aan het kruis zie je iets van dat begin. Dat er weer een boom midden in deze wereld staat. Een boom. En die weg was afgesloten, toegesloten. Je kwam er niet meer in dat paradijs, in die tuin bij God. Er staat weer een boom in het midden van de wereld. Er is weer een poort. En de poort is het kruis, een boom des levens. Dat heeft wel iets unieks, ja. Je hebt niet zomaar je sluipweggetjes om op je eigen maniertje, via je eigen paden.
via je eigen voorkeuren bij God te komen. Hij heeft het aangewezen, het kruis. En anders niet. Maar het is er niet benauwd daarbij het kruis. Het is een poort en die staat wijd open. Gemeente, ik denk dat wij op talloze manieren verlangen naar het paradijs. Al geven we er soms helemaal geen woorden aan. Kunnen we dat ook niet. Maar dat juist je meest diepe gelukservaringen toch vaak iets verklappen van de heimwee. Ach, kon het maar blijven zoals nu. Dat er diep in ons mensen iets zit van verlangen naar gaafheid en heelheid. Als getuige. Paradise lost. Ik ben het paradijs kwijt. En eigenlijk hunker ik ernaar. Opnieuw beginnen. Leven voor de dood en door de dood heen. En hij belooft het. Dat van Adam en alle resultaten en consequenties, ik maak het ongedaan. Die deur zal dicht en ik open een nieuwe deur. Hier aan het kruis. En ik geef het je te zien. Een misdadiger is bij mij welkom. Voor wie zich niet te groot voelt om te luisteren naar Jezus' woorden, vergeef het hun. Voor wie zich niet te groot en te goed voelt om eerlijk te buigen. Ik hang hier en het is terecht. God is eerlijk met mij bezig als hij mij vonnist en oordeelt. Tegen zulke mensen zegt Jezus, niet straks, niet denken aan, maar vandaag neem ik je mee naar het paradijs, naar de hemel. Ik zei net hè, dat paradijs, dat heeft misschien iets van de klank heimwee, terugkeer. In het licht van Pasen moeten we eigenlijk zeggen, nee, het gaat niet terug, het gaat die kant op. Maar het klinkt wel vanaf het kruis de roep, ga je dan mee? Heden? Gaat dat wel goed, denk je misschien nog één keer? Die man is niet gedood. Die man die heeft geen avondmaal gevierd afgelopen week. Die man, ja wat, dat is nou genade. Dat God niet kijkt wie je bent en wat je op je kerkstok hebt, maar dat hij het zo ruim en zo royaal laat zeggen dat het je bijna kan ergeren. Maar zo is hij nu eenmaal. Neem hem dat niet kwalijk. Dat is goddelijke liefde. Onwereldse, onmenselijke liefde. En voordat je denkt, die moordenaar, hè, dat lijkt me wel wat. Die misdadiger. 5:45, de hemelpoort binnen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je zult maar achterom kijken. Ik heb die andere schade berokkend. Nu hang ik hier. En je zult het maar meemaken. Je hebt het gehoord uit Jezus' mond. Heden, met mij in het paradijs. Maar wie sterft er eerder dan jij? Hij die het beloofde. Jezus sterft voordat die misdadiger sterft. Zou je het dan volhouden te geloven? Dat je denkt, en nu is hij gestorven. Hij kan het wel mooi zeggen, heden met mij in het paradijs. Maar hij zwijgt, doodstil. Ik zie geen spoortje leven meer. Wie garandeert mij dat hij mij niet laat zitten? Ik weet niet of dat zo makkelijk is voor die misdadiger. Misschien wel precies dat wat wij zo lastig vinden. Ik hoor het uit Jezus' mond. Maar ik vind het zo moeilijk om het met zijn woorden te doen. Als hij nu voor mij stond, als ik nu naast mij zou kijken en ik zag hem hangen en ik zag mijn mond bewegen, ik hoorde zijn stem. En ik zag dat hij levend was. Maar nu is hij gestorven. Komt het wel goed? En toch, hij houdt vast. Maar waarom zou je inderdaad zo druk zijn op het laatste moment? Zo'n misdadiger.
Heden wordt het ons gezegd. Vandaag klinkt vanaf het kruis in onze oren. Vandaag met mij in het paradijs. Ook weer zo'n typisch woordje voor Lucas. Heden, Lucas 2. En we hebben het een paar keer gehoord bij die preek uit de synagoge in Nazareth. Dit schriftwoord is heden in uw oren vervuld. Hoor je dat? Als je zijn stem dan vandaag hoort, laat je reserves dan varen en laat je leiden. En je hoort het nog een paar keer bij Zacchaeus. Zacchaeus, ik moet heden, vandaag bij jou in huis zijn. En vandaag, als Jezus vandaag bij je in huis komt, dan zegt hij het ook. Vandaag, dit huis, zaligheid geschiet. Heden, nog een keertje aan het kruis. Als hij zegt vandaag, heden met mij in het paradijs. Daar zit iets in van zijn stopwoordje. Letterlijk. Stop nu even. Laat alles even. Ik wil het je weer een keer zeggen. Die zijnsvraag, weet je nog, wie ben ik voor God? Ik wil het je nog een keertje zeggen. Want je hangt van genade aan elkaar, dat weet ik wel. Dus ik weet wel hoe snel je gaat wankelen en twijfelen. Ik weet wel hoe je het moet hebben van mijn lippen. Waar je aan hangt, omdat je het anders kwijt bent. Ik zeg het je nog een keertje. Heden. Met mij. Paradijs. De hemelse heerlijkheid. Daarvoor zet hij je stil. Heden, dat heet iets van het gewicht van het ogenblik. Dat moet je niet voorbij laten gaan. Dat is de uitgelezen dag voor hem. Bij God vandaan. Heden als je het hoort. Ik zeg het je toe. Met mij in het paradijs. Dan zou je kunnen zeggen, word je toch weer een keertje in de kerk geboren. Opnieuw geboren. Leven voor de dood. En dan krijg je dus ook gezelschap. Ook bij het naderen van de dood. Want dat zegt hij erbij. Je bent dan met mij. Misschien moet ik het toch nog zeggen. Hoewel je het eigenlijk wel weet, denk ik. Wil je paradijs, een mooi vooruitzicht, wil je de hemel, dan krijg je echt Jezus erbij. Dat is je gezelschap. En als dat gezelschap je niet bevalt, dan is het omkeren geblazen. Tot God. Heere, ik moet u niet, maar hoe kom ik daarvan af? Overwin mijn afstand houden, mijn vijandschap, mijn noem maar op. Maar het is alleen met mij in het paradijs. En wat het paradijs is, dan ben je dan ook gelijk van een heleboel theorieën af. Eén ding is wel mooi. In de voorstelling van Jezus dagen was het paradijs bestemd voor de rechtvaardigen. En Jezus zegt, dit zijn de rechtvaardigen die ik uitkies. Die mensen om mij heen, van dat soort types. Van wat Paulus noemt, toen wij nog vijanden waren, is hij voor ons, zonder God, goddelozen, gestorven. Dat soort mensen, dat soort rechtvaardigen, die neem ik mee naar de hemel. Dat is het woord uit Jezus' mond. Dat is de uitgestoken hand aan het kruis, die je over de doodsrivier heen trekt. Weet je nog? Dat woordje wat je in gedachten had. Wat hoor je het liefst uit Jezus' mond? Wat moet hij zeggen om de angst, om de twijfel te verjagen? Dat alles goed. Dat die diepe vraag van wie ben ik voor God? Dat die gestild wordt. Wat moet hij zeggen? Houd hem maar gewoon voor. Zoals die misdadiger. Jezus, denk aan mij. Jezus, denk aan mijn naam. Jezus, denk aan mijn doopnaam. Toen ook uw naam klonk en we het zongen. Als je het vraagt, geef ik het je niet karig, maar ik geef het je mild en overvloedig. Doe een beroep op hem. Roep zijn naam aan, Jezus, verlosser.
Noem zijn naam aan. Roep zijn naam aan. Immanuel. Wat hoor je dan vanaf het kruis? Jij met mij. Niet ooit, maar vandaag. Dat is leven voor de dood. En dat garandeert leven na de dood. Ik sluit af met een gedicht. En ik hoop dat het ergens raakt. Aan uw verlangens en aan jouw verlangens. Het komt van een dichter met een veelbewogen leven, Gerrit Achterberg. Je zou best kunnen zeggen dat hij een misdadiger was. Hij woonde zogezegd bij iemand in huis. En de vrouw bij wie hij in huis woonde, die heeft hij vermoord. Omdat ze hem betrapte. En hij hoorde dat van die misdadiger aan het kruis. En toen brak er iets. Zo kun je je zomaar voorstellen als dat gedicht Bekering heet. Kun je dan opnieuw beginnen met zo'n verleden? Kunnen wij opnieuw beginnen met dat verleden van ons, dat stiekeme, dat openlijke, dat wat je kunt vinden of wat onvindbaar is, maar wat je met je meeschouwt? Hij heeft het gehoord, heden met mij in het paradijs, dat is opnieuw geboren. Hij dichtte: Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heer Jezus, tussen ons en de Vader. Naar uw woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam genoemd met die van mij. Nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren? Mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid. Uit uw hand ten tweede maal geboren, schrijd ik u uit het donker tegemoet. Amen.